kippen die vanuit Brazilië wordt geïmporteerd is veilig. Dit meldt het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in een persbericht. Diverse testen hebben uitgewezen dat dit vlees goed is voor consumptie. In de maand maart startte het ministerie van HINT samen met de ministeries van Volksgezondheid en LVV een onderzoek naar geïmporteerd vlees uit Brazilië, omdat ons zuiderbuurland betrokken was bij een vleesschandaal. Het was gebleken dat diverse vleesverwerkingsbedrijven jarenlang bedorven vlees opnieuw verwerkten en certificeerden om dat vervolgens gewoon aan de man te brengen. Toen dit aan het licht kwam, zorgde het voor paniek in Brazilië en in diverse andere landen die al jaren vlees importeren. Aangezien Suriname ook vlees- en kipproducten uit Brazilië importeert, startte het ministerie van HINT met een onderzoek en werden de vleesimporten uit het buurland tijdelijk aangehouden. Na diverse laboratoriumtesten is komen vast te staan dat het vlees veilig is voor consumptie. Op grond hiervan heeft het ministerie de importen van vleesproducten uit Brazilië vrijgegeven.